welkom bij deze nieuwe video. Dit is weer de eerste keer in 2 weken dat ik weer echt een leuke make-up video ga maken. En we beginnen ook weer met een van mijn fave soort video's. En dat is een testvideo. Want ik ga de nieuwe najaar 2022 collectie van Essence testen. Jullie weten, ik hou van Essence. Ik weet ook dat jullie van Essence houden. Lekker betaalbare make-up. En ze zijn uitgekomen met een heleboel nieuwe producten. Ik heb ze allemaal besteld bij Pussy Shop. Ik zet alles beneden in de beschrijving mocht je iets willen. En we gaan het gewoon vandaag allemaal testen. Het is best wel een hoop en ik ben heel erg benieuwd. En er zitten ook wat een aparte producten bij waar ik ook echt heel benieuwd naar ben. Zoals een hele aparte liquid olie blush die van kleur verandert ofzo. Ik weet niet precies. Dus dat gaan we allemaal proberen. Voor de mensen die mijn vorige video hebben gemist waarin ik pakketjes heb inboxed. Daarin heb ik uitgelegd waarom er nou wat minder video's online komen. Dus ja, als je die hebt gemist, er komen dus wat minder video's online. Ik probeer er alsnog 4 per week te maken. Maar dat gaat helaas niet altijd lukken. Omdat ik door een persoonlijke situatie ga die nog wel een aantal weken gaat duren. Ik ga jullie nog wel over een tijd vertellen wat er aan de hand is, maar ja, voor nu is het gewoon even dit. Trouwens ook heel erg bedankt voor alle berichtjes van iedereen die vroeg hoe het gaat, wat er aan de hand is, dit, dat. Ik vind het echt heel lief. Maar ja, ik hou jullie op de hoogte. Maar in ieder geval, voor nu gaan we gewoon lekker make-uppen. Ik heb er weer zin in en ze maakt me ook weer blij. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Jongens, ik ben weer wit geworden. Ik was dus helemaal bruin geworden, want ik was naar Spanje en naar Marokko. En toen was ik bruin. Ik heb er echt wel een aantal weken op kunnen tegen. Maar nou, ja, begin ik te zien dat mijn tan aan het weggaan is. Dus het wordt weer tijd voor een fake tan. We gaan de Body Sense mousse er weer uithalen. Maar in ieder geval, we gaan beginnen, jongens. Ik heb echt heel kijk even dit. I love it. We gaan echt beginnen met mijn gezicht met een primer. Dit is de Essence Hydro Hero Primer. Dit is dus van de Hydro Hero line. De Essence Hydro Hero line is de lijn die dus echt hydrateert. En ik met mijn normale tot droge huid hou daar echt van. Dus ik ben heel benieuwd naar deze primer. Er staat op dat ze 48 uur moeten hydrateren met Hyaluron Acid en Cucumber Extract. Er staat dat het verkoelt, fris aanvoelt, je een egale basis geeft. Er zit aloe vera in, vrij van alcohol, olie en parabenen, clean beauty, cruelty free en vegan. Dus alle dingen die tegenwoordig heel belangrijk zijn. Ik hou echt van een fresh gevoel, vooral in de ochtend. In de ochtend voel ik mij altijd zo warm en zo puffy ofzo. En dan hou ik ervan om producten te gebruiken die me weer helemaal zo lekker fris maken. Het is nou 11:15, ik ben ook net 3 kwartier wakker. Dus ja, ik ben heel benieuwd om deze te gaan proberen. Ik ga even mijn haren naar achteren doen. Het enige wat ik heb gedaan is mijn wenkbrauwen en that's it. Je hebt trouwens nog een andere. Dat is de Essence Poreless Partner Primer. En die is dus als je wat minder poriën wilt. Maar ik ben dus gegaan voor deze. 30 ml is een goede hoeveelheid. Het is zo wittig. Dat had ik ook wel verwacht. Oeh, het voelt dun aan en het ruikt naar komkommer. Ik vind het echt een lekkere geur hebben. Ik voel al meteen dat het inderdaad verfrist. I like it. Het is wel heel dun. Ik had het niet zo dunnig verwacht. Ik denk dat het verder niet echt... Ja, er staat online dat het ook egaal maakt. Maar dat zie ik niet echt. Maar dat het echt verkoelt, hydrateert, dat is wel echt. En dat is ook wat ik verwachtte van dit product. I like it. Het voelt echt heel fris aan. Even een beetje laten opdrogen. De geur is ook echt heerlijk. Echt naar komkommer. Zo'n frisse geur. Echt fantastisch. Het volgende product is een liquid blush. Dus ik ga even snel foundation en concealer aanbrengen. Dan nu een van de meest bijzondere producten van vandaag. Waar ik echt het meest benieuwd naar ben. En dat is deze blush. Dit is de Essence Change Your Cheek Game Color Changing Blush Oil. Oké, dit is dus een kleurveranderende blush olie. Het feit dat een blush olie is, maakt het al iets apart. En ook dat het van kleur verandert, maakt het nog aparter. Dus ik heb nog nooit zoiets gezien en al helemaal niet bij Essence. Dus ik heb echt geen idee. Dit is de kleur... Ik weet niet welke kleur dit is. 01. Er was ook maar 1 kleur. En er staat online dat het een beetje een roze glowy kleur geeft. Ik ben echt zo benieuwd. Ik hoop dat dit gaat werken. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje sceptisch. Maar we gaan zien. Ik heb dus nog geen poeder aangebracht ofzo. Zullen we het gewoon eerst op de hand doen? Zien wat er gebeurt. Hij is gewoon zo doorzichtig. Is hij nou van kleur aan het veranderen? Ik zie een klein beetje roze. Ik weet niet. Ik zie wel een heel klein beetje roze. Er staat online gewoon zo aanbrengen en dan een beetje uitblenden met je vingers of met een spons. Ik ga het even zo uitblenden met mijn vinger. Ja, ik zie wel roze nou op mijn vinger. En er staat als je gewoon meer kleur wilt, moet je gewoon ook meer aanbrengen. Ik denk dat ik het gewoon ga aanbrengen op mijn gezicht. Laten we gewoon kijken. Zo apart. Ik hoop niet dat het de make-up eronder afhaalt. Oh, nou zie ik dat het echt roze is. Jongens, kijk, zien we dit? Op mijn hand viel het niet zo op, maar op mijn gezicht wel. Oké, het haalt de make-up eronder af. Dat heb ik nou al gelijk gezien. Dat is niet zo handig. Het is wel echt heel mooi. Het is ook echt roze glowy. Het is echt het meest aparte product wat ik ooit heb gezien. Ik ga
laten uitblenden met mijn vinger. Dan blijft het denk ik iets beter zitten. Het is echt heel glowy. Het is echt mensen met een vettige huid. Ik kan al nu zeggen, jullie gaan het niet willen. Want het is best wel vettig. Want het is letterlijk gewoon een olie. Dus ja. Oké, ik vind de kleur wel echt mooi. Oké, kijk nou het verschil met hier en hier. Hier is dus helemaal niks. En hier is de blush. Je kunt hem echt wel een heel klein beetje zien. Hij is wel echt super subtiel. Misschien mooi met een make-up look ofzo. Oké, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Het is niet echt per se een product die ik zou gebruiken. Ik vind hem echt te vettig. Het is echt, echt super vettig. Nogmaals, het is misschien wel mooi als je dus geen make-up op doet. Gewoon als een beetje, ja, een glowy op je gezicht. Maar het is zo vettig, jongens. Het is letterlijk een olie. Ze hadden het echt wel ietsje minder vettig kunnen maken. Nee, het is niet echt mijn fave. Ik zou gewoon gaan voor een normale cream blush. Want die heeft toch wel een beetje glow zonder te veel te zijn. Terwijl dit is echt gewoon een mega glow. Ik vind het wel mooi dat het gewoon lekker subtiel is. Dat is ook wel een look waar veel mensen voor willen gaan, maar ja, dit vettige gedoe, nee. Ik vind helemaal niks en oh my god, je kunt al mijn poriën zien door dat vettige gedoe hier. Nee, I don't like it. Dat had ik ook al wel een beetje verwacht eigenlijk. Oké, dan gaan we nou mijn gezicht afpoederen wat echt nodig is na dit product. En we hebben een nieuwe poeder. Dit is de Essence Fix & Last 14 Hour Makeup Fixing Loose Powder. Dus een nieuwe losse poeder. Bij Essence ben ik altijd zo bang voor flashback. Dat is bij hun echt zo vaak. Deze moet dus je gezicht mat houden voor zeker 14 uur. En er was maar één kleur. En dit moet gewoon een translucent kleur zijn. Maar hij is al heel wit en ik ben dus nu al bang voor flashback. Maar we will zie. Dit is hoe het eruit ziet. Het is echt super wit. Oké. Ik haal altijd gewoon dit hele ding eruit. Ik heb alles geknoeid. Oh my gosh. Oké, ik zit helemaal op de poeder. Go Sarah. Goed bezig. In ieder geval, dit is dus de poeder. Jongens, dit gaat echt flashback hebben. Ik weet het nu al, maar we gaan het gewoon doen. Ja, ik zie nu al, het laat helemaal zo een witte waas achter. Het maakt wel echt mat, dat wel. Maar veel te veel die witte waas. Er staat ook op dat het waterproof is. Like, oh my gosh. Oké. Nee, ik denk niet dat dit mijn fave poeder is. Kijk even deze hele witte waas die het achterlaat. Laten we even een foto maken met Flitch. met Flitch. Dan kunnen we zien of hij echt flashback heeft. Maar als ik zo naar kijk, kan ik het al zien eigenlijk. Ja, kijk even dit. Kunnen we het zien? Nee, nee, deze poeder gaat hem helaas niet horen van mij. Oké, ik heb heel even snel mijn gezicht afgemaakt. Neuscontour, bronzer en ook wat blush. Want ja, deze blush ging gewoon echt niet worden. Oh my gosh, kijk even deze hele witte waas hier helemaal. Dat komt dus door die poeder. Ik vind het echt niet mooi. Tot nu toe is het enige wat ik wel fijn vond in deze primer. Nou heb ik nog het laatste voor het gezicht en dat is deze highlighter. Dit is de Essence Make Me Glow Baked Highlighter in de kleur 10. It's Glow Time. Dit is dus een highlighter. Ik moet zeggen dat ik ook een van die personen ben die tegenwoordig niet echt meer highlighter gebruikt. Dit is echt iets wat ik altijd zie. Eerst deed echt iedereen in 2016, jongens, iedereen zwom in de highlighter. We waren allemaal glimmende disco ballen letterlijk. En nou niet echt meer. Ik vind nou gewoon zo'n matte look altijd wel mooi. Maar ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal van de highlighter af. Dat niet. Ik vind het nog wel mooi. Deze lijkt heel subtiel te zijn. Het lijkt niet echt op een hele heftige highlighter zoals je kunt zien. Ik heb hem hier geswatcht. Je kunt zien, hij is niet heel heftig. Hij is wel aan de lichte kant. We gaan het gewoon proberen. Eeuw, wat is dit? Er komt gewoon bijna niks van af. Het is gewoon net krijt. Het is ook super poederig. Oké, nee. Oh jongens, het gaat vandaag niet zo goed, hè? Oké. Deze is ook niet zo mooi. Ik vind hem echt vreselijk. Nee, dit wordt er niet. Het is gewoon net krijt op mijn gezicht. Net poeder. Je kunt het er ook weer gewoon zo afhalen. Kijk, dat is niet echt top. Ik had het al wel een klein beetje verwacht, maar oké. Ik ga het alsnog ook een klein beetje aanbrengen op mijn neus. Want dat moet. Deze is echt de grootste vuil. Deze is echt heel slecht. Dan gaan we nu eindelijk beginnen aan de ogen. Ik heb echt het meest schattige oogschaduwpaletje ever. Dit is de Essence Don't Worry Be Mini Eyeshadow Palette. Het is een cool tone paletje met 6 matte en metallic-achtige kleurtjes. Dit is zo cute. En ik ben gegaan voor cool tone, jongens. Normaal ga ik voor warm. Dat is ook wat het beste staat met mijn huidskleur. Maar ik dacht, laat me een keer iets anders proberen. Dus ze hebben hem ook in een andere kleur. In het meer roze, als je daar meer van bent. Maar ik dacht, laat me een keer anders doen. Het ziet er heel cute uit. De verpakking is wel gewoon heel goedkoop. Essence oogschaduwen zijn vaak niet zo goed. Dus ja, ik heb niet echt hoge verwachtingen. Maar we will see. Het kost slechts 5 euro. Dus echt helemaal niks voor 6 kleuren. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Vooral apart hoe ze zo deze twee kleuren hebben gemixt. De lichtste en de meest donkere kleur samen. Ik weet niet of dat echt het slimste idee is. Maar ja, we will see. Laten we het gewoon proberen. Ik heb al gepruimd met concealer. Dus we kunnen gewoon gelijk beginnen. Ik ga beginnen met deze lichtste matte kleur hier. Ik heb altijd hele donkere binnenste ooghoeken hier.
hier zo. Dus ik wil die een beetje lichter gaan maken met die kleur. Dat doe ik eigenlijk altijd. Maar ik moet zeggen, deze kleur is een beetje grijsachtig. Dus ik hoop dat die licht genoeg is. Ja, het is wel oké. Okay. Het is niet de ideale kleur hiervoor, maar we moeten het hiermee doen. Dan ga ik in met deze mat kleur hier. Die heet Positive. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Dit wordt echt een hele makkelijke look. Want ja, dit is niet echt een paletje voor echt een hele heftige look. Oeh, er komt wel wat pigment van af. Dat is wel fijn. Dan pak ik deze donkere kleur hier. En die gaat vooral zo in de buitenste hoek. Er zijn basically maar drie matte kleuren. Ja, drie matte en drie glanzende. Ik moet zeggen, er komt echt allemaal best wel wat pigment van af. Ik ben in shock. En het blendt ook wel gewoon oké. Ik denk dat dit echt een ideaal paletje is. Gewoon voor heel snel, on the go, whatever. Gewoon boom, boom, boom. En je bent klaar. Je moet er gewoon niet al te veel van verwachten. En ook niet al te heftige looks ermee willen maken. Oké, hier was het wel een klein beetje patchy. Zien we dit? Het is een beetje vlekkerig aan het worden. Dat is niet zo fijn. Dan ga ik allebei die kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Maar niet helemaal door naar binnen. Ik stop ongeveer hier zo op de helft. Dan ga ik in met deze glanzende kleur hier. Die heet Excited. Pak ik gewoon zo een beetje met mijn vinger. Lekker grijs. En die gaat gewoon zo over mijn hele ooglid. En dan deze lichte glanzende kleur, die heet You. En die gaat hier zo in de binnenste ooghoek. En dan hebben we elke kleur in het paletje gebruikt, behalve één kleur. Deze dan hebben we niet gebruikt in het goud, want we gaan vandaag echt voor cool tone. Maar voor de rest hebben we alle kleuren gebruikt. Wat vinden we ervan? Het is weer niet echt het beste paletje. Qua essence, oogschaduwen, sla ze gewoon over. Ga gewoon naar hun lipsticks, mascara's, lipglossjes. Ze hebben zoveel goede producten. Maar gewoon qua oogschaduw is het allemaal gewoon niet zo altijd. Voor zo'n makkelijke, snelle look is het oké. Maar ja, het is gewoon niet echt het beste. Dan, een van de producten waar de meesten het meest enthousiast over zijn. Inclusief mezelf, want ik had het al gezien bij een andere YouTuber. Voordat het überhaupt bij ons te koop was. En dat is deze nieuwe eyeliner. Dit is de Essence Lash Princess Liner Waterproof Black. Een Lash Princess eyeliner, jongens. Jullie kennen de Lash Princess mascara's. Die zijn echt geweldig. Dit zijn mijn twee faves. De groene en de roze. Ik vind ze allebei heel fijn. I love them. Maar nou hebben ze dus ook een eyeliner versie. En ik hoop dat die net zo goed gaat zijn. Dit is de zwarte, maar ze hebben ook in het bruin. En hij is dus ook waterproof. En het is gewoon letterlijk zo'n dikke pen. Als ik er zo naar kijk, vind ik hem toch wel iets te groot. Iets te grof of zo. Een beetje onhandig. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aanbrengen. Oh, oké. Okay. De lijn is op zich best wel dun. Ook niet heel zwart. Het had een stuk zwarter gekund. Oké, ik denk dat hij gaat teleurstellen. Maar we gaan het gewoon zien. Ik ga gewoon een hele mooie wing hiermee maken. Oké, ik moet zeggen, qua onhandigheid valt het echt mee. Het is helemaal niet onhandig. Het brengt echt gewoon prima aan. Ik had het een beetje verwacht, want hij is zo groot, zeg maar. Maar hij brengt echt gewoon prima aan. Ook best wel secuur. I love it. Het enige wat ik echt minder vind, is de intensiteit. Hij is niet zwart genoeg. Het kan echt een stuk zwarter. Ik zal jullie even laten zien. Vergeleken met bijvoorbeeld NYX Cosmetics. Ik zal even een lijn ernaast maken. Dan zie je het verschil met wat ik bedoel. Zie je dit? Zie je hoe zwart hij is van NYX en dan deze daarnaast van Essence? Ja, hij is gewoon naar mijn mening niet zwart genoeg en dat vind ik niet zo fijn. Dus ja, dat is de reden dat ik persoonlijk hem niet meer zou halen. Ik heb ook een nieuwe mascara. Dit is de Essence Lash Like a Boss Instant Volume en Length Mascara Ultra Black. Ik ben zo benieuwd. Het moet dus veel volume en lengte geven. Ik heb super crappy wimpers, dat weten we. Ik ben echt, echt heel benieuwd. Hij is dus zwart. Ik hoop dat hij goed gaat zijn, want tot nu toe gaat het allemaal niet echt heel erg goed. Oeh, dit ziet er op zich wel goed uit. Kijk, dit is hoe hij eruit ziet. Ik wil echt niet weer negatief zijn, maar ik vind de mascara niet zo fijn. Hij geeft zeker volume, dat wel, maar het is een beetje klampie, zeg maar. Mijn wimpertjes plakken helemaal aan elkaar vast. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, want ik heb echt hele slechte wimpers. En dat vind ik niet zo fijn. Dus ja, deze vind ik ook niet echt top. Ik ga even nep wimpers opplakken en dan hebben we nog de lipproducten. En daar ga ik denk ik wel enthousiast over zijn. Oké, ooglook is helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn van Lash Couture in de stijl Royal Silk. En ik heb ook een zwart oogpotloodje aangebracht in mijn waterlijn. Dan zijn we nou eigenlijk basically helemaal klaar. Alleen nog de lippen. En ik heb twee glossjes en een lippotloodje. Ik heb hier het Essence 8 Hour Matte Comfort Lip Liner in de kleur 01 Cinnamon Spice. Dan heb ik hier ook de Essence Extreme Care Hydrating Glossy Lip Balm in de kleur 03 Milky Coca. En ook nog de Essence What The Fake Plumping Lip Filler in de kleur 02 Oh My Nude. Oké, dit zijn allemaal bestaande producten, maar gewoon in nieuwe kleurtjes. Dus ik ben echt heel benieuwd en ik wil
wilde gaan voor een bruinige nude lip. Het lippot loodje is wel helemaal nieuw voor mij. Ik heb nooit een lippot loodje van Essence getest. Ik ben dus gegaan voor een bruine kleur. En ik hoopte gewoon dat die echt goed bruin zou gaan zijn. Maar ik denk het wel, ja. Kijk dit. Dit gaat echt een perfect bruin zijn. En ik ga het eerst combineren met deze. Dit is een beetje een cool tone bruine kleur. Matcht denk ik ook heel mooi met de ogen. Ja, kijk even dit. Heel mooi. Ook heel veel pigment. Oh my gosh. Oké. Het is een hele aparte kleur. Het is ook echt inderdaad echt een cool tone kleur. Ik denk voor mij persoonlijk iets te cool tone. Ik vind mijn lippen iets te grijs of zo. Ik weet niet. Of vind ik het wel mooi? Let me know. Wat vinden jullie ervan? Het is wel een hele mooie nude. Dat wel. Het lippotje loodje is echt perfect. By the way. Of vind ik het wel mooi? Misschien vind ik het wel mooi. Vind ik het te grijs of niet? Het matcht wel echt perfect met heel deze look. Nee, ik denk dat ik het wel mooi vind. Ja, jongens. Ik vind het wel gewoon mooi. Oké. Ik vind het denk ik net oké, zeg maar. Oké, we gaan nou deze proberen. Ik heb hem nog niet eens gezien überhaupt. Dus ik ben heel benieuwd. Oeh, deze is een beetje roze. Ik had denk ik beter andersom kunnen doen. Want deze past er beter met de look. Maar whatever. Oeh, ook heel mooi. Dit is echt een hele mooie roze nude. Kijk even dit. Een hele andere formule dan deze. Het zijn echt twee hele aparte glossjes. Deze ruikt ook echt lekker. Deze ruikt eigenlijk naar helemaal niks. Deze vind ik qua hoe die aanvoelt en alles fijner dan deze. Maar deze kleur is heel uniek. Dat vind ik wel. Maar ik moet zeggen, deze is heel mooi. Ik voel ook een beetje minty, zeg maar. Dus het heeft een beetje een plumping effect. Ik vind het wel echt heel mooi. I like it. Ik vind alleen deze kleur beter matchen met de ooglook. Maar als ik voor één van de twee zou moeten gaan, welke vind ik fijner op de lippen en zou ik persoonlijk vaker dragen, dat is deze. Ook omdat hij wat meer vastlokt aan de lippen en beter blijft zitten en wat dikker aanvoelt. Dus dat vind ik wel fijn. Deze voelt iets meer cheapy aan. Een beetje meer goedkoop, zeg maar. Maar op zich vind ik ze wel allebei fijn. En deze ook. Dus alle drie de producten vind ik toppie. Ik ga het er wel weer afhalen. Want ik vind dus deze beter matchen. Dus ik ga weer deze opdoen. En dit wordt dan gewoon mijn look voor vandaag. Ik denk alleen wel dat ik de look iets meer warm ga maken. Met mijn ABH lip liner. In de kleur Cool Brown. Ik denk dat dit echt een hele mooie combinatie gaat zijn. Kijk hoe mooi. Met deze lip liner is het echt nog mooier. I love it. Echt fantastisch. Heel mooi. Oké, mensen. Dit is dan de hele look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt leuk. Ik vind het echt mooi geworden. Ondanks dat ik eigenlijk de meerderheid niet goed vond, is het toch wel een mooie look geworden. Wat ik zeker aanraad is deze verfrissende primer. I love it. Als je daarvan houdt van zo'n verfrissend effect, vind ik hem heel fijn. En alle lipproducten vind ik ook echt allemaal toppie. Vooral de kleuren. Vooral deze kleur is echt heel uniek. I love it. Ja, en de andere producten. Ja, deze vind ik niet zwart genoeg. Deze is te plakkerig. Deze heeft niet genoeg glow. Deze heeft flashback. Deze is een beetje moi. Niet echt de beste pigment. En ook een beetje patchy. Ja, en deze is gewoon echt te vettig. Dus wat ik vandaag aanraad zijn alleen maar deze producten. Deze staan allemaal echt heel fijn. I love it. Ik ben ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat jullie van de producten vonden. Van deze make-up look. Van de hele video. En laat me ook weten wat voor video's jullie nog meer willen zien. Make-up, kleding, hauls, make-up looks. Let me know. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook weer twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!